Welkom bij het weekjournaal van RTV Losser en Hallo Losser. Met deze week Beken en Bleken van Losser, burgemeester Sia Kroon, Prilmans Dennen. Beken en Bleken van Losser. In Verborgen in het Volle Zicht bezoekt Simon Heijmans bijzondere plekken in Nederland die je zo voorbij zou kunnen rijden, maar waar iets staat te gebeuren. Dit doet hij in opdracht van de erfgoed Diehl. In zijn podcast Beken en Bleken van Losser besteedt hij aandacht aan een project waarvoor de gemeente Losser een subsidie heeft gekregen van €670.000. In dit project worden de historische dorpskijk en de beek die daar ooit stroomde weer ingezet om het dorp en de omliggende gebied klimaatbestendig te maken. Namens het programmabureau van Erfgoed Diehl werkten mee Merel Koetri, Jepta Dullaert en Marjorie Verhoek. Om de podcast te beluisteren, gebruik dan de link erfgoeddiehl.podbean.com/e/beken-en-bleken-van-losse-losse/. Burgemeester Sia Kroon. Onze burgemeester Sia Kroon liet in een persbericht weten dat ze voorlopig nog niet aan het werk kan. Ze krijgt bijzondere berichten, mooie gesprekken, vele kaarten en attenties. Ze is hier heel erg blij mee. Wat veel indruk maakt, is hoe men op voor elkaar klaarstaat bij heftige gebeurtenissen. Losser is een prachtige gemeente, in landschap, maar ook door de mensen. Begin januari is ze begonnen aan een pillenkuur voor een duur van 1 jaar. Wanneer ze weer aan het werk kan, is nog niet te voorspellen. Ze zou graag willen beginnen aan een duo-burgemeesterschap, maar helaas bestaat dit niet. Ze hoopt zo snel mogelijk het werk weer over te kunnen nemen van Gerrit-Jan Kok. Ze heeft regelmatig contact en is blij dat hij haar taak tijdelijk overneemt. Prilmans Dennen. Na 2 jaar met weinig activiteit hoopt het Lossense Openluchttheater Prilmans Dennen voor 2022 weer een scala aan artiesten te verwelkomen. In de afgelopen 2 jaar hebben de vrijwilligers niet stilgezeten. De kleedkamers werden uitgebreid en voorzien van nieuw sanitair. De regievoering werd aangepast en er werden nieuwe leidingen aangelegd. Nationale toppers die komen naar Losser. De Edwin Eversband, Welen en De Dijk. Ook het Praagse Philharmonisch Orkest komt weer. DJ Gerard Ekdom en de ABBA Tribune Band zijn ook van de partij. Het is al behoorlijk volgeboekt, maar er is ook nog ruimte voor een onverwacht optreden of voor iemand die nog iets wil organiseren. Menigeen zal blij zijn dat het weer een normaal jaar zal worden voor het openluchttheater. Voor sommige voorstellingen is de voorverkoop al gestart. Kaarten zijn online of via Primera Losser te koop. Meer informatie is te vinden op de website van het openluchttheater Prilmans Dennen. Dit was het weekjournaal van RTV Losser en Hallo Losser. Dank je wel voor het kijken. En graag tot de volgende keer. En niet te vergeten, het is Valentijnsdag. Heel veel plezier vandaag.